Volgende week maakt de Nijmeegse Haring Party zijn comeback. Er is alleen één probleem. Er is nog geen nieuwe haring. Ja, helaas is de haring van 2023 niet vet genoeg. Om Hollandse nieuwe te kunnen maken hebben we een haring nodig met minimaal 16% vetpercentage. Ja, en hij zit helaas nog niet aan dat vetpercentage. En verder in het nieuws vandaag, kalenderbouw zorgt voor problemen bij boeren. En de avondvierdaagse voor ouderen en minder valide viert de 50ste editie. Nog een week en dan maakt het Nijmeegse Haring Party zijn comeback. Na 3 jaar afwezigheid wordt het evenement weer nieuw leven ingeblazen. Er is alleen één probleempje. De nieuwe haring is er nog niet klaar voor. We gaan langs bij 024 Vis, de hofleverancier van de Nijmeegse Haring Party. Volgens eigenaar Arjan van der Groep zou de haring nog niet vet genoeg zijn. Ja, we hebben eigenlijk afgelopen voorjaar te maken gehad met een wat kouder voorjaar. Vooral ook in het noorden, Noorwegen, Denemarken. Hierdoor is het water ook wat kouder dan gemiddeld, een aantal temperatuurgraden zeg maar. En daardoor heeft de haring zich niet voldoende kunnen voeden aan plankton. En zou ook niet rond en vet kunnen eten. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja, dus om er een juiste Hollandse nieuwe van te kunnen maken, heeft hij dat vetpercentage gewoon echt nodig. Anders wordt het niks. En dat nieuws komt natuurlijk ook rauw op het dak van de organisatie. Op een gegeven moment behalen wij als stekker, primair. Dan ga je nadenken. Ik denk ja, helaas, hoe gaan we het oplossen? We kregen al ingeving van andere mensen zeiden, dan moet je gewoon de oudste haring nemen van afgelopen jaar, van dit jaar. Mm-hmm. Daar hebben we ook voor gekozen. En daarna hebben we besloten, heel vrij snel, we gaan gewoon door. We gaan niet uitzetten. Maar het, in wezen betekent het niets. De meeste mensen komen hier voor een soort netwerk, voor de sfeer, gezelligheid. En we gaan weer ontmoeten. En de haring, ja, die we nu hebben, die is ook in wezen prima. Ook Arjan is voorbereid en heeft nog voldoende haring tot zijn beschikking. Ja, gelukkig heb ik een goede contacten bij mijn leveranciers. En die hebben een hele mooie partij het hele jaar door voor mij weggezet. En de haring was in 2022 echt uitzonderlijk goed. Die was vol vet en romig. Nou, ik kan hem ook laten zien. Hij is nog mooi rood van binnen. We maken hem super vers schoon. Dus het is nog een topharinkje. En dat topharinkje is dan ook zeker in goede handen. Nou, wij zijn de afgelopen jaren finalist geworden met de Nationale Haringtest. Wij doen het hele proces van A tot Z zelf. Dus we kopen de mooiste partijen in. Vervolgens zorgen we dat we ze op de juiste manier laten rijpen. En iedere dag vers schoonmaken. We komen iedere dag uit Spakenburg rijden. Dus al onze vis nemen we vers mee. En daar ook de haring bij. Dus ja, het is een stukje vakmanschap. Vers schoonmaken voor de beste kwaliteit. 23 juni is inmiddels de nieuwe startdatum van het haringseizoen. Anderhalve week later dan de haringparty. Maar gelukkig draait het daar niet alleen om de haring. Het is puur netwerk, sfeer, maar gaan we zien. Land- en tuinbouworganisatie LTO overhandigt vandaag in Den Haag een petitie aan het kabinet om aandacht te vragen voor de gevolgen van de kalenderlandbouw. Door het weer zijn gewassen straks in oktober nog niet helemaal volledig gerijpt, maar moeten ze van het Rijk wel al geoogst worden. Ook deze akkerbouw in Elst komt hierdoor in de problemen. Zoals dit jaar lijkt het gewoon dat dat niet gaat, omdat alles is een maand later bijna, door de natte voorjaar. Jan is een van de duizenden boeren die tegen de kalenderlandbouwregels is van de overheid, omdat de weersinvloeden een rol spelen. Ja, je gaat geen onrijpe gewassen oosten. Ja, dat is gewoon pure voedselverspilling. En de kilo's die ben je ook kwijt. Kost de boeren een hoop geld en heel veel frustratie. Zo moet volgens het Rijk voor 1 oktober bijvoorbeeld de aardappelen geoogst worden om zo ruimte te maken voor de groei van planten die stikstof opnemen. Ja, dan moeten de gewassen van het land af, zoals aardappelen en mais. En dan moeten vanggewassen ingezaaid worden die stikstof opnemen. Maar een onrijp gewas neemt ook voedingsstoffen op en stikstof. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat de regeling komt door afspraken met Europa om de kwaliteit van ons water te verbeteren. Het is nog steeds aan de ondernemer zelf om te bepalen wanneer zij een gewas van het land halen om vanggewas in te zaaien. Een vanggewas trekt stikstof uit de bodem, waardoor het minder in ons water terechtkomt. Als een boer na 1 oktober een vanggewas inzaait, mag hij het volgend jaar iets minder bemesten met stikstof. Ja, dat gewoon praktisch nagekeken wordt. Bij wijze van spreken binnen een paar dagen wat haalbaar is dan een vanggewas inzaaien.
Maar het hoofdgewas dat er op tijd dat er gewoon volgroeid kan worden. Want anders, ja, in het buitenland lag je ze gewoon uit. Toch hopen de akkerbouwers middels een petitie dat de regeling wordt aangepast. En zo meteen in het RN7 regionieuws. In Nijmegen is maandag weer de avondvierdaagse voor ouderen en minder valide gestart. En dit jaar vieren ze hun 50ste editie. De provincie Gelderland heeft het voornemen om de stichting Gelderse Veren, beter bekend als het Verenfonds, te ontmantelen. Hierdoor kunnen oevergemeentes vanaf 2024 geen beroep meer doen op dit fonds. Met als gevolg dat de tarieven flink zullen stijgen. De gemeenteraad van Wageningen heeft al besloten om de tarieven van het Lexcus Veer te verhogen. Zo gaan voetgangers 1 euro betalen en fietsers 1,50 euro per overtocht. Op een later moment zullen ook andere tarieven nog gaan stijgen. Het Sportfondsenbad bestaat 100 jaar. In juni 1923 richtte rechterstudent Han Bierenbroodspot NV de Sportfondsen op. Het doel van de oprichting was zwemmen toegankelijk maken voor het grotere publiek. Het jubileumjaar wordt niet alleen met medewerkers en relaties gevierd, maar ook met bezoekers. Er worden door diverse sportfondsen, accommodaties, winacties georganiseerd via de sociale media. Daarnaast is er een speciaal jubileumwebsite gemaakt, sportfondsen100jaar.nl. Ja, en dan nog een ander jubileum, want speeltuin De Blije Dries in Wijchen bestaat 60 jaar. Aanstaande zondag wordt dit gevierd. De speeltuin is dan van 10 uur 's ochtends tot 6:30 's avonds geopend en er zijn verschillende extra activiteiten. Zo zijn er verschillende kermisattracties en kunnen kinderen op de foto met mascottepoppen en krijgt iedereen een cadeautje als aandenken. Gemeente Overbetuwe heeft inmiddels een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Momenteel wordt dat ambt nog uitgevoerd door Tijmen Wien, maar voor het nieuwe schooljaar werd al een tijdje naar een opvolger gezocht. Uit 8 sollicitaties is nu de keuze gevallen op de 10-jarige Kate Jansen uit Oosterhout. Afgelopen maandag werd zij op haar school met het nieuws verrast door burgemeester Hoytink Raubos en de huidige kinderburgemeester. En poppodium Doornroosje heeft bekendgemaakt dat zangeres Sophie Straat dit jaar de hoofdact zal zijn op het Valkhof Festival. En daarmee ook de week van de Vierdaagse feesten zal openen op hun evenement. De Amsterdamse Sophie Straat maakt vooral moderne levensliederen en protestsongs en is de laatste tijd erg succesvol geworden, mede door haar vriendschap met de mannen van Goldband. Op zaterdag 15 juli treedt ze om 4:15 op het Valkhofpark. Maandagavond werd voor de 50ste keer de avondvierdaagse voor ouderen en minder valide afgetrapt. Wethouder Dame deed een openingswoordje waarna de deelnemers begonnen aan de eerste van 4 tochten van 3 kilometer. Vanavond is de start van de avondvierdaagse voor ouderen en minder valide. Die wordt al voor de 50ste keer gehouden. En dat is heel bijzonder en iets om trots op te zijn. Volgens de wethouder is het succes achter deze avondvierdaagse logisch te verklaren. Het gaat om gezondheid, dus het is fijn om ook te kunnen bewegen en om onderdeel uit te kunnen maken van een gezellige bijeenkomst. En dat je hier niet per se 4 avonden achter elkaar hoeft te zijn. Als je er 2 mee kan doen, dan krijg je ook aan het einde gewoon een medaille. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen om vanavond te vieren. Ik denk dat de sfeer heel goed is, dat mensen het heel leuk vinden dat ze mee kunnen doen. Dus het gaat echt om iedereen daarbij betrekken. Je ziet achter me ook veel mensen in een rolstoel die vanavond mee kunnen lopen en rollen. Dus volgens mij gaat het daar ook heel erg over. Dat mensen het fijn vinden om mee te kunnen doen en daarom keer op keer weer terugkomen. Voor sommige deelnemers is het al heel bijzonder om mee te kunnen doen aan deze avondvierdaagse. Zo ook voor Anneke. Toen heb ik zelfs de vierdaagse gelopen, de echte vierdaagse. En heb ik ook uitgelopen. En dat ging allemaal heel goed. En toen kreeg ik ergens last van. Het was afgelopen met de lol. Zeker. Dat is zeker prachtig. Dat geeft hetzelfde gevoel een beetje. Hè? Ja. Alleen al was hè. Giel Kok is er al vanaf de eerste editie bij. Hij weet ondertussen al wel hoe je het in goede banen kan leiden. Ja, dat kun je alleen maar doen als je een beroep kunt doen op vrijwilligers. En ik hoef eigenlijk maar aan te geven in februari voor Zwitser. Zeg ik, jongens, dan en dan is de avondvierdaagse, mag ik weer op jullie rekenen. En je ziet het, ze komen allemaal, ze zijn er. Als het goed is, is er op de rustplaats ook weer muziek. Op de rustplaats staat ook een catering.
van eigen mensen die dat vrijwillig doen. En ja, het is, en uiteraard wat betreft de deelnemers, ja, dan hebben we hele goede contacten met de instellingen. En halverwege de tocht zit de goede moed er nog steeds in. Hartstikke goed gaan, hartstikke leuk. Ik ben vrijwilliger bij Nijenveld en ik loop met een mevrouw die zelf kon lopen. Gelukkig. En die deed heel erg goed, maar nu merken we dat ze een beetje moe wordt en hebben ze eventjes in de rolstoel gezet. Ja, en over de Vierdaagse gesproken, één stapje terug en dan weer drie stappen vooruit. Dat is wat het weer deze week gaat doen. Vandaag was het wederom weer een heerlijke voorjaars, misschien zelf wel een beetje zomerachtige dag. 24 tot 25 graden en volop zon. Morgen doet de temperatuur alleen even een klein stapje terug en wordt het in de regio 23 graden. Maar de zon, die blijft. De dagen erna komt het helemaal weer goed. Het blijft volop zonnig en de temperaturen doen weer een flinke stap vooruit. Donderdag nog zo'n 25 graden, vrijdag zelfs 28 graden en in het weekend gaan we pas echt los. Zaterdag belooft het maar liefst 31 graden te worden. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar Rondje Regio. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!